Update je mening met Anatol. Ik heb eigenlijk van meet af aan, dus ook al als jongetje, rondgelopen met de vraag. Nou ja, waar leven wij in? Hè? En wat is de oorsprong van dit alles? Toen ik een jaar of 8, 9 was, speelde dat echt in mijn leven. Hè? Ik ben geboren daar in een uithoek in het zuidwesten van Nederland. En dat was ook een aanleiding om die vraag te stellen. Hoe kom ik in godsnaam hier terecht? Hè? Zo. Op die plek. Ja, op die plek. Toen heb ik daar dus een paar keer met een dure term heet, een lumineuze ervaringen gehad. Dus eigenlijk een ervaring van het al, of eigenlijk ook religieuze ervaring. Bestempelde je dat toen ook al zo? Vond je het gewoon vreemd? Nou, dat zijn eigenlijk woorden die ik achteraf daar heb kunnen opplakken, om het zo maar eens te zeggen, lezend over dat soort van fenomeen. Mm-hmm. Maar wat ik toen toch al heel erg heb binnengekregen, dat was het beeld van, kijk, ergens is dit ooit begonnen. Later heb ik geleerd dat eigenlijk in het hele universum twee basiskrachten werkzaam zijn. De ene is een expansieve kracht. Dus je zou kunnen zeggen de kracht die de Big Bang veroorzaakt heeft. Maar ook in de loop van de geschiedenis zie je dat er nieuwe levensvormen ontstaan. Dat is ook zo'n impuls. Dat is een expansieve, een groeikracht. En die wordt wel geduid als masculien. Het initiërende zit in het masculine. Maar vervolgens zie je ook dat elke vorm die ontstaat, of het nou het universum is, bepaalde levensvormen, die krijgen een specifieke vorm. Die worden bij elkaar gehouden. Die kracht die wordt wel aangeduid als feminien. Die zorgt voor dat die masculine kracht zijn vorm krijgt op een zodanige manier dat die specifieke levensvorm of dat specifieke verschijningsfenomeen een vorm krijgt die past bij dat fenomeen. Dat zijn dus de twee basiskrachten die in het universum werkzaam zijn. Om maar even het universum te verklaren. Althans, zo heb ik het ook in allerlei wetenschappelijk werk te zien gekregen. Mm-hmm. Daar is dus eigenlijk een ideale verhouding die per levensvorm bijvoorbeeld kan verschillen. Dat is ook allemaal, laten we zeggen, wetenschappelijk verkend. Hè. Er is de zogenaamde Fibonacci-reeks, mm-hmm. Waarin aan de hand van allerlei planten en levensvormen de verhouding tussen die twee krachten precies is vastgesteld. Hè. Het masculine is 1. En het feminine, de vormgevende kracht, die moet eigenlijk natuurlijkerwijs ook groter zijn. Dus die is 1,6, 1,8 enzovoort. Dat is het getal van de schoonheid, phi, is het niet? Ja, dat is dus de gulden snede. Ja. Dat is de gulden snede. Nou, en als je dat fenomeen, dat is ook een beetje een metafoor dan, als je dat toepast op waar we nu als mensheid verkeren, ja, dan moeten we eigenlijk zeggen dat de verhouding tussen de aarde, die eigenlijk de bron is van alle leven hier op deze planeet, en de soort mens, dat die uit evenwicht is geraakt. Mm-hmm. En mijn verklaring daarvoor is dat we met name in de verlichting een enorme masculine impuls hebben gekregen. Toen hebben we gezegd, wij doen een stap weg uit de natuur. Ik denk dus ik ben. Dus we hebben even de mens gereduceerd tot het hoofd, tot de denkfunctie. Dus we stappen als het ware fysiek, met onze fysiek, uit de natuurlijke omgeving. En ik beschouw dat als een belangrijke, logische, evolutionaire stap. Maar, want we konden dan vanuit die houding bestuderen wat we hier aantroffen op deze planeet. En daar hebben we dus van alles gevonden. En daar zijn we van alles mee gaan doen.
Maar die stap uit de natuur, die heeft ons ook, laat ik maar zeggen, in een zeer exploitatieve houding gezet. Waardoor we dus à volonté, zonder limieten, zijn gaan pakken wat we op deze planeet aantroffen. En na 300 jaar of zo zijn we in een positie gekomen dat we dat op zo'n grote schaal gedaan hebben, dat we nu eigenlijk bezig zijn om de bron en de basis van het leven zelf op deze aarde aan te tasten. Dus die verhouding tussen de soort mens en de aarde, die is uit balans geraakt. En daar zit dus een dominantie van het masculine in, van het expansieve. En we moeten nu als het ware begrijpen dat als we het leven verder door de tijd willen dragen, wat volgens mij een belangrijke logische consequentie is van het feit dat het leven er is. Als we dat willen, ja, dan moeten we ons op basis van de waarden die we hanteren in ons leven, moeten we ons de vraag gaan stellen, moeten we niet, laten we zeggen, waarden die meer met het feminine samenhangen, hè, eigenlijk zorg voor het leven, moeten we die niet belangrijker gaan vinden dan het expanderende, het veroverende, het exploiterende. Hè? Dat is een retorische vraag. Ja, precies. Nou, en dat is dus waar we ons op het ogenblik bevinden, volgens mij, in de evolutie. Dus we staan niet alleen maar voor een heleboel technische vraagstukken, maar we staan vooral voor een cultuurvraagstuk. Hè? Mm-hmm. En we leven nu in coronatijd. En volgens mij is dat, laten we zeggen, nog weer een illustratie van wat ik net in meer algemene termen beschrijf. De belangrijkste boodschap, wat mij betreft, van corona is dat we in onze cultuur moeten opnieuw inbrengen, benadrukken de notie dat individuele vrijheid niet kan voortbestaan zonder dat we rekening houden met de ander en het andere. Mm-hmm. Nou, en dat kun je onverkort één op één vertalen naar de manier waarop we omgaan met de natuur, met de aarde, met het leven als zodanig. Mm-hmm. En hoe komt het nou eigenlijk dat we zijn doorgeschoten daarin? Waarom? Want het lijkt wel alsof we gewoon veel te laat gaan reageren. Komt dat omdat de evolutie ook van toeval afhangt en dat het trial by error is? Of hoe komt dat nou? Nou, mijn zicht op hoe processen gaan, dat geldt ook binnen organisaties heel vaak. Op een bepaald moment heb je een succesformule te pakken. Mm-hmm. En de neiging is dan om die succesformule zo lang mogelijk uit te nutten, zeg maar. En vaak leidt dat ertoe dat je voorbij het optimale punt schiet. Maar in het begin, voordat je bij dat optimale punt zit, blijf je die succeservaring hebben. Ja, zeker. Mm-hmm. Als ik terugkijk naar wat we nou eigenlijk in de verlichting hebben gedaan, dat toch een belangrijk basis is van onze huidige manier van leven. Dan hebben we simpelweg gezegd, tot nog toe leefden wij hier in gebrek en ongemak op deze aarde, om het straks goed te hebben in de hemel, hè? Dat was ongeveer, de oriëntatie van het leven. Inmiddels waren er toch gaandeweg mensen die dachten, ja, kunnen we misschien ook iets verzinnen dat het hier ook een beetje prettig wordt? Laten we de reis ook leuk maken. Ja, en dat is eigenlijk wat er in de verlichting is gebeurd. Mm-hmm. En daar is een heel centraal doel uit voortgekomen. En dat doel was, we gaan gewoon zorgen dat we door materiële vooruitgang het leven beter maken voor steeds meer mensen. En dat is het grote succes vanuit die optiek gezien, wat we geboekt hebben in wat je zou kunnen noemen de industriële tijd. Mm-hmm. En je ziet het nu ook aan het discours, zelfs nu rondom corona,
moeten we nou wel of niet economische groei, dus materiële economische groei, delta BNP, moeten we dat centraal blijven stellen als belangrijkste oriëntatie van de maatschappelijke ontwikkeling? Of toch maar even op de gezondheid letten. Of moeten we misschien toch een aantal andere dingen die met het leven zelf te maken hebben, hè, met de kwaliteit en de voortgang van het leven zelf, moeten we die niet even wat belangrijker maken? Hè? En dat is eigenlijk de vraag tussen masculien en feminien. Nee, want ik vind het heel interessant om te zien dat die verlichtingsimpuls, die masculine groeiimpuls die daar ontstaan is, die is als eerste opgepakt in Engeland. En die is uiteindelijk het meest ver gevorderd en succesvol geweest in de Verenigde Staten. Maar die beide landen zijn in onderreden. Mm-hmm. En ik zie dat als een bewijs van dat deze tijd afgelopen is. Dat we aan het einde leven van die tijd. En dat we dus nu, als het ware, de basisideeën, de uitgangspunten voor een volgende fase in de evolutie van de mens als soort op deze aarde vorm moeten geven. En dat is een fase waarin we ons weer, laat ik maar zeggen, voegen in de natuurlijke orde die op deze aarde bestaat. Mm-hmm. En dat we dus weer een integrerende fase hebben en niet zozeer ons losmaken en van daaruit de boel proberen naar onze hand te zetten. Update je mening met Anatol.